Euforie bij de spelers en de fans van Vitesse. Het is nog even spannend, maar uiteindelijk trekken de Arnhemmers de 1-2 over de streep. Aanvoerder Guram Kasia gaat helemaal uit zijn dak. We are so really close, really close. It's only one game left and we are in the final and this is a big moment for the club and for me. We've got a chance to make history, you know, so we just have to keep going, you know. Ook in het supportershome bij Gelredoom wordt de bekerzege uitbundig gevierd. Maar trainer Henk Vrezer wil het succes toch nog even nuanceren. Uiteindelijk hebben we nu nog niks. Als je de finale niet wint, dan... Deze wedstrijd vergeet men sowieso al heel snel. Als je die finale niet wint, heb je nog steeds, ja, is het leuk geweest, de finale halen. Maar het gaat om winnen. All Arnhem need to come and support us because it's so important in the final. De tegenstander in de finale wordt vanavond bekend. AZ of Cambuur wacht op 30 april in de Kuip.